Vier de Maas hebben we hier met die 14, 15-jarige jongens en 15 en 16-jarige dames. En het is hier eigenlijk al een beetje beslist voor. Want we hebben hier elke Maas eigenlijk dezelfde uitslag gezien. Dat betekent dat natuurlijk ook Ken Hekman allemaal eentjes heeft. Dat Justin Johannes Timman allemaal tweetjes heeft. Dan hebben we natuurlijk de man van de lossprinters, Loek Schoolman met allemaal drietjes. En Waron Tegelaar, hij wordt hier dan vieren. En ook dat is nu de volgorde van deze vierde Maas. En zal dus op de uitslag straks zijn op het podium hier in Haaksbergen.